Actiecomité Zonnepaneel is hard bezig om zich te organiseren en willen vuist maken tegen de komst van twee enorme zonnepaneelparken in het dorp. Bij de gemeente zijn verzoeken binnengekomen van twee verschillende bedrijven. Een project voor een zonnepark van circa 17 hectare is gepland aan de Kromme Steeg, het andere park behelst 20 hectare aan de Eng. Bij elkaar moeten er op de zonneparken 121.000 zonnepanelen komen, goed voor het stroomverbruik van 9.000 gezinnen. De Tielse politiek liet zich in eerste instantie positief uit over het initiatief, maar verschillende partijen hebben zich inmiddels negatief uitgelaten over de grootschaligheid van beide projecten. 22 november is de deadline en wij zullen in grote getalen daar bezwaren indienen bij de gemeente. Nou, we hebben binnenkort een bijeenkomst, dat zal bekendgemaakt worden via social media en via de televisie.